Ja, het is bijna 100 jaar geleden, maar in Etten-Leur en Zevenbergen houdt het de gemoederen nog steeds bezig. De moord op Jan uit Willigen in 1918. Een crime passionnel waar Kees Goverde en Ton van der Weijgert een boek over aan het schrijven zijn. Moord op de Kadijk. Dit is exact de plek waar Jan uit de Willigen op de avond van 13 februari 1918 door Gerrit de Boer vermoord is. Ja, ik zie de filmpje wel draaien zo vanuit Zevenbergen dat Johannes Gerrit de Boer hier aankwam met alles wat hij met Francisca besproken heeft om dat ten uitvoer te brengen. Dit is, met die armen over elkaar, is Jan uit de Willigen, want dat was de fabriekstimmerman. 1909, dus daar is die 29 jaar is die, op dat moment. Jan uit de Willigen, geboren en getogen in de polder tussen Zevenbergen en Etten-Leur. Hij trouwt met ene Francisca Jacobs. Eind 1917 leert Francisca douanebeambte Gerrit de Boer kennen. Ze krijgen een relatie. Jan heeft niets in de gaten. Op woensdag 13 februari 1918 wordt hij door Gerrit de Boer vermoord. Op die avond kwamen Jan uit de Willigen en Gerrit de Boer samen op de fiets vanaf Zevenbergen. Op het punt waar ze net de molen gepasseerd zijn, begon deze kant in de dijk, de Haagse dijk, een onverharde dijk. Daar zijn ze opgefietst tot op dit punt waar de eerste de beste boom stond en daar hebben ze de fiets weggezet. En toen? En op dat moment... Op het ogenblik wat Gerrit dus heel goed afwacht, dat Jan even niet oplette. Toen joeg hij hem van anderhalve meter afstand een kogel door zijn slapen. Meteen dood? Meteen dood, slagdood. Want ze hebben hem ook echt gevonden met zijn handen nog in zijn zakken. En een van zijn benen nog op de trappers van zijn fiets. Gerrit de Boer en Francisca Jacobs worden de volgende dag gearresteerd. Alles duidt op een crime passionnel. Francisca verklaart dat ze door Jan mishandeld werd. Als je de processtukken leest, de verhoren leest, dan komt echt duidelijk het beeld naar voren dat Francisca wel de kwade genius in het geheel is. En misschien wel ingegeven inderdaad dat ze mishandeld is, zou kunnen. Hè, want ze leiden best een beetje een afzonderlijk leven, lijkt het erop. En dan langzaam maar zeker is het net of dat je Gerrit in het web van Francisca ziet komen. Die dan er eigenlijk ook niet meer uit kan. En dat als oplossing ziet. Nou ja, en... Sowieso is het ook gebeurd. Gerrit de Boer krijgt 12 jaar cel. Francisca wordt vrijgesproken. Omdat niet onomstotelijk vaststond dat zij letterlijk gezegd zou hebben... je moet Jan vermoorden en dan ga ik met je trouwen. Suggestief blijkt het uit alles, maar letterlijk die woorden heeft ze kennelijk nooit gebruikt. En daar heeft de rechtbank van gezegd dat is niet onomstotelijk en vaststaand bewezen. En vrijgesproken... Blijft nog steeds heel vreemd dat ze vrijgesproken is. Maar het is zo. Als Gerrit de Boer 12 jaar later vrijkomt, is er geen contact meer met Francisca. Zij is intussen weer getrouwd en verhuisd naar België. Daar sterft ze begin jaren 60. Ton van der Weijgaard raakt gefascineerd door de moord. Samen met streekgenoot Kees Goverde is hij bezig met een boek. De titel staat al vast. Moord op de Kadijk. Een zuster van Francisca is mijn grootmoeder. En daar zijn de kinderen ook tijdelijk opgevangen in die spannende periode. En binnen de familie is altijd wel iets van blijven hangen. Maar nooit de juistheid kwamen ze mee voor de dag. Want daar werd mysterieus over gedaan. Dat was niet zo... Ja, dat vonden ze moeilijk. Kees vanuit zijn familiehistorie. Ik, omdat het plaats heeft gevonden in de polder... waar ik al eerder een boek over de polder zelf geschreven heb... Alleen in die tijd dat dat uitkwam, wist ik van heel die moord nog niks af. Nou, dan ben je toch nieuwsgierig. Ja, hoe is het nu gebeurd? De kleinkinderen van Francisca en Jan wonen in België. Zij komen er pas in 2011 achter dat hun opa vermoord is en dat hun oma achter de moord zat. Voor mij is de plaats een herinnering dat wij met de kleinkinderen van Francisca bij het café stonden. En dat ze zo ja, eigenlijk over zich heen lieten komen. Dus hier is het gebeurd. Ja. Ja. En dat is voor mij
tekenend. Het is toch niet niks wat er gebeurt. Een mens heeft, wat er ook al vooraf is gegaan, een mens heeft wel het leven gelaten door geweld. En vanaf dat moment is dit voor mij echt een andere plek. Is het. Het boek Moord op de Kaduik zal nog voor de zomer uitkomen.